Met enige weemoed verlaten we het aardige vissersdorp Ullepoel en strijken neer bij Invermegarde. De kunstig aangelegde en meest noordelijke subtropische tuin van het westelijk halfrond is gesticht in 1862 door Osgood Mackenzie. En dankzij een warme golfstroom is het mogelijk zo noordelijk eucalyptusbomen, palmbomen en andere exotische gewassen te bekijken. We zullen u niet vermoeien met Latijnse namen van bomen en planten, maar laten u verder genieten van deze bijzonder fraai ingerichte tuin. We vervolgen onze weg langs Eknesheen, Garth, Bowley naar Bungrew bij Inverness. Schotland is onder andere bekend om zijn textiel. James Pringle is een van de bekendste weverijen van het land. De Schotse ruit is beroemd om zijn enorme kleurschakeringen en bij James Pringle worden veel van deze kleuren geweven. Oorspronkelijk is de Schotse kilt een soort tuniek geweest, die om het middel werd samengegespt en van dit woord stamt dan ook de naam kilt, wat is afgeleid van het Deense woord kilte dat gespen betekent. Dat iedere familie zijn eigen kleur en ruitmotief samenstelde is van vrij recente datum. Eigenlijk maakte alleen de verkrijgbare kleuren en het vakmanschap van de weven dit mogelijk. Was vroeger de weefafmeting van de stof 0,6 bij 5,4 meter, tegenwoordig bedraagt dit 2 bij 10 meter. En worden in plaats van wol ook kunststofgarens gebruikt. Het was oorspronkelijk een voor mannen bedoelde dracht. Op dit moment is de Schotse ruit in tal van modes voor dames verwerkt. Inverness is een gezellige, schone stad met 37.000 inwoners. Het heeft schitterende winkelstraten met tal van grote warenhuizen. Kortom, Inverness is de hoofdstad van de Highlands. De mooiste plaatjes schiet je langs de rivier de Ness. Met op een van haar oevers het Inverness Castle, gebouwd in 1846 en nu onder andere als rechtbank in gebruik. Van heel andere allure is Dunrobin Castle, gelegen 50 kilometer boven Inverness. Het fraai ingerichte en nog steeds door een Sutherland bewoonde kasteel is gebouwd rond 1400 en is gedeeltelijk als museum te bezichtigen. De bibliotheek met het portret van Eileen Butler uit 1912 en het bed waarin in 1872 koningin Victoria sliep. Vanuit de Green Bedroom dit uitzicht op de tuin. Het direct aan de Noordzee gelegen kasteel heeft een kunstig ingerichte tuin die tegen betaling toegankelijk is. En wij maar zoeken naar een monster in het meer van Loch Ness. Daar in het midden onder die boot misschien? Ach, het zal wel weer gezichtsbedrog zijn. Keiharde waarheid zijn echter de restanten van Urquhart Castle. De sterk tot de verbeelding sprekende ruïne werd in 1692 door de toenmalige bewoners opgeblazen uit angst dat het in handen zou vallen van de opstandige Jacobieten. Er gaan stemmen op voor herbouw. De vraag is of het er ooit weer zo uit zal zien. We zakken af naar het zuiden
en steken bij Fort Augustus het Caledonian-kanaal over richting Spinbridge, Leggan, Dalwhinnie naar Blair Atoll. Het is een schitterende route met dito weersomstandigheden. Bij het Leggan-meer bekijken we de stuwdam en constateren een enorme lage waterstand. Op de camping in Blair Atoll staan we naast een scoutingcamp. Blair Atoll is namelijk gastheer voor enkele duizenden scouts afkomstig uit de gehele wereld. Het is prachtig te zien hoe al die jonge mensen in saamhorigheid en broederschap samenwerken, ieder met eigen cultuur en kleding. Aan u de vraag uit welk land deze drie blondines komen. Juist ja, Zweden dus. Typerend voor hun gastvrijheid, ook wij caravanners zijn bij het grote sluitingskampvuur uitgenodigd. Wat ons opvalt bij het vertrek van de scouts, dat de jongens en meisjes uit Schotland geen groepskleuren dragen, maar ieder hun eigen familiekleur. Die gingen even stripjes en de kleuren van hun eigen familie. Op 9 kilometer afstand van Blair Atoll ligt het aardige stadje Pitlochry. Erg in trek bij toeristen vanwege enkele bezienswaardigheden. Een van die bezienswaardigheden is de waterkrachtcentrale aan de rivier de Tummel. Helaas blijkt de centrale buiten werking, maar de ernaast gebouwde vistrappen worden echter door zalmen volop gebruikt. De volgende toeristische attractie is een bezoek aan Bell's Whisky Distillerij. Het proces in het kort. De allerbeste gerst wordt eerst in een ronde tank geweekt en verspreid. Hierin worden zetmelen omgezet in suikers. Daarna wordt het graan gedroogd en dit proces noemt een mouten. Nu volgt persen en pletten van het graan, waarbij de suikers vrijkomen. Dit heet wort. Daarna wordt gist toegevoegd en begint het gistingsproces. Hierna ontstaat na plusminus 2 dagen het zogenaamde wos. Nu volgt het distilleerproces over 3 achtereenvolgende ketels, waarbij ook de speciale vorm van de ketels sterk bepalend is voor de uiteindelijke whiskysmaak. Ten slotte krijgt ieder de kans slechts een paar druppels whisky te nippen, want Bell's Whisky is in Schotland vrijwel onbetaalbaar. Ook de omgeving van Blair Atoll is rijk van natuur voorzien. We bevinden ons immers in het hart van de Highlands. Te midden van deze stille pracht, het goed onderhouden en dus bewoonde Blair Castle. Het meer dan 700 jaar oude kasteel is al die tijd in het bezit geweest van de Dukes of Atoll. Ook dit is natuur. De atomisch slanke hinde staat in schril contrast met de lijvige Highlandstieren die je frontaal maar beter uit de weg kunt gaan.